In Van de Kaart lopen we in één rechte lijn dwars door de regio. TVWS is dat op 3. Op 1. Op 1. Huh? We klimmen over daken, steken de grachten over en misschien moeten we ook dwars door jouw huis. Onderweg gaan we op zoek naar mooie verhalen en bijzondere personen. Zo ook deze week. Ach. De ene fluisteraar. Nou ja zeg, wat mooi. Gaaf hè? Ja. Jet is vandaag in Zoeterwoude-dorp. De lijn begint op de Blankaardweg en eindigt op de Miening bij Hugo en zijn vrienden. Jet, je kan het! Tot zo! Het is een lieflijke Zoeterwoude-dorp en de pijl staat wel die kant op. Maar volgens mijn kaart moeten we toch echt de andere kant op. Hebben we er zin in, Annelies? Ja, zeker. Ja, heel goed. Keesje kijkt ook heel vrolijk. Ja, zeker. Fris en fruitig, hè, weer vandaag. Even uitkijken, jongens, want er komt een auto aan. Oh. Ik kan gelijk even vragen waar we nou precies beland zijn. Hallo meneer. Goedemorgen. Goedemorgen, ik ben Jet. Ik ben Bas Visser. Dag Bas Visser. Ja. Wij moeten een rechte lijn gaan lopen door Zoeterwoude en wij beginnen hier. Maar wat is dit precies? Dit is Zwetterhagen, dat is een locatie van gehandicapten allemaal. Ik rijd met die bus naar de dagbesteding. Ja. En doet u dat vrijwillig? Ja, dat is allemaal vrijwilligerswerk, ja. Wat lief dat u dat doet. Nou ja, lief. Mooi werk. Ja, inderdaad, ja. Ja, want op mijn kaart staat hier, dit is het begin, daar staan we nu. En ik moet naar de Miening. Dus als ik zo ga, dan gaan we goed. Ja, het moet waarschijnlijk een klein stukje omlopen. Dat het jullie nee, maar daar lopen wij gewoon dwars doorheen, dwars doorheen, ja. Dat doen wij. Ik ken het programma, oh, ik heb het meer gezien. Oh, kijk, aha, oké. Okay. Dankjewel, tot hoor. Tot ziens. Nou, wat lief. Allemaal vrijwilligers. Belangrijk. Laten we maar gewoon zo gaan. Oké. Okay. Jans Candy Shop. Ja, nou ja, de lijn gaat door de candy shop. Dus als dit raam open zou kunnen. Repen. Alle repen 2 voor 1,30 euro. Mars, Twix, KitKat en Snickers. Van 1 tot 5 zijn ze open. Nou, dat is mooi. Ja, wij zijn van TV West. En wij lopen een rechte lijn. En nou ja, die gaat eigenlijk dwars door de candy shop van Jan. Mogen we passeren? Ik ga het vragen, Jan. Mogen ze door je kamer heen? Ja, nee. Ja, komen we gelijk iets kopen, Jan? Ja. Want wij lusten wel wat. Kom binnen. Zo. Hoppata. Dit is Annelies. Daar is Kees. Goed zo, Kees. Kom maar. Wij geloven in jou, Kees. Kijk, zo hoort het. Kijk eens eventjes. Hallo Jan. Ik ben Jet. Jan. Wij kwamen hier aan en ik zag Jans Candy Shop. Dus ik wil graag even weten, wat heb je in de aanbieding, Jan? Snoep. Snoep. Is dat de sleutel van de kluis? Even kijken. Je laat me nou zomaar in je... Ik voel wel sleutels hier. Zoek je dit? Ja? Kijk. Oh, volgens mij was hij gewoon open, Jan. Hij was gewoon niet op slot. Dat is gevaarlijk. Kijk eens even, jongens. Zo, Jan. Wat kostte de mars, Jan? 60 eurocent. 60 eurocent. Wat kost een snoephorloge? Ik doe ook 5 cent. 5 cent? Dat is veel te weinig. Kijk eens. Een euro. Fijn dat we even bij je langs mochten komen. Gaan we weer verder lopen. Kan je nog wat zeggen? Van harte welkom. Dat is heel erg goed. Dat de mensen van harte welkom zijn in Jans Candy Shop. In Zoeterwoude. In Zoeterwoude-dorp. Oké, dankjewel. Dag Jan. Doei. Doei. Ja, van Jan moeten we dan zo recht over het terrein. Heren, heren. Jullie zien eruit alsof jullie hier heel bekend zijn. Volgens mij staan we nu hier. Ja. En moeten we die kant op als we naar de Miening willen. Oké. Ja? Ja. Gaat u het leuk doen of rij je mee? Ik dacht dat u het nooit ging vragen. Nee joh, ik kom gewoon bij jou op het schoot zitten als je dat niet erg... Helemaal leuk. Rechte lijn volgen. Ja. Oh jee. Rechter die gaat. Kijk. Kijk. We kunnen niet verder. We kunnen niet verder. Lief voor elkaar blijven. Ik zou zeggen, veel succes. Dankjewel hè. En ik zie je. Die kant op. Die kant op.
Oké, bedankt. Dankjewel, hè. Ik wou zeggen, ik ga eventjes kijken of we hier doorheen kunnen. Hallo? Zal ik eventjes... Hallo? Hallo, mevrouw. Wij zijn van TV West. Ja. En wij maken een programma, dat heet Van de Kaart. En moeten we in een rechte lijn ergens naartoe gaan. Eventjes, want ik moet eerst de hond even... Je hebt zon, geloof ik, hè? Ja, dat klopt. Ja, ogenblik, hè? Ja hoor, ik wacht even. Ze kent je al. Maar ik haar nog niet. Dat wordt hoog tijd. Ben je wel een hele grote hond? Ben ik niet zo heel bang voor. Het duurde wat lang, want ik heb me laat gedoucht. Oh, wat heerlijk. U heeft lekker uitgeslapen. Dat heb je als je AOW'er bent. Wat heerlijk, toch? Ja, ik ben Jet en wie bent Wil u? Winkelman. Wil Winkelman. Ja. Mogen wij passeren, Wil? Door het huis. Ja, ja dat nee, kan. Dat is wel goed, want er lopen twee honden, dus daar moeten we wel even... Maar zijn die gevaarlijk dan? Nou, die ene van ons, die accepteert niet alles. Maar hij is er niet hoor, mijn man is er mee uit. Oh, gelukkig. Dus loopt u maar door even. Die heel fijn, dank u wel. Maar ik hou wel van honden. Jawel, hij is ook verder wel een lief, maar het is een hond met een rugzakje. Oh, hij is uit asiel, hij is mishandeld, hij is niet goed voor hem gezorgd. Dus ja, dat is de derde hoor, die uit asiel is. Dus geen opvoeding, opgesloten. Ach. Zonder eten drinken, is zijn eigen ontlasting. Ach. En we zouden geen hond meer nemen, gezien de leeftijd. Ja, toen werden we door de dierarts gebeld of we nog een wilde. Nou, omdat de dierenarts waarschijnlijk weet dat hij bij u een goed... Die wist dat dus. Ah. Vandaar. Oké. Okay. Mogen we hem wel even zien? Hij staat daar. Weet je. Zo, ja, dat is een grote jongen. Hij is gecastreerd. Ah, dus het is wel een prachtbeest, ja, zeg. Ja, dat is mooi. En merkt u nu de hond natuurlijk wel een goed huisje heeft, dat hij... Jawel. Ook langzaam maar zeker echt aan het ontdooien is en zich realiseert dat het goed komt. Jawel, dat is hij ook wel. Alleen hij is erg beschermd ook. Naar u toe? Dus van, ja. Nou, dat is toch alleen maar fijn? Dat is inderdaad waar. Nou, dan ben ik blij dat ik niet zomaar naar binnen ben gelopen. Dus niet dat u zo naar binnen loopt. Nee. Nou ja, uw man staat achter keurig te wachten totdat wij vertrekken. Heel lief. Succes, hè? Dankjewel. Daarheen. Oké, vriendelijk bedankt. Tot ziens. Succes verder. Dank je. Oké. Nou ja. Wordt het ons heel makkelijk gemaakt? Ja, ik dacht echt, hier moeten we overheen, maar dat hoeft helemaal niet. Nee joh, we lopen gewoon één keer naar het eindpunt. Zo, dan moeten we hier even een beetje schuin. Hey. Hallo mevrouw, ik ben Jet, we zijn van TV West. Yeah. Wij lopen een rechte lijn door Zoetewoude Dorp. En de lijn loopt, zoals u ziet, een beetje door uw huis heen. Zouden wij mogen passeren? Ja. Ja? Oh, dat is fijn. Dat is lief. En woont u hier alleen? Nee, met mijn man. Oh, gezellig. Dus ja. Eigenlijk, ik zie het al. Wij moeten over een schuur heen ook. Over de schuur? Ja, we moeten over de schuur, of er doorheen, maar er zit aan de achterkant natuurlijk geen... Nee, daar moeten we er overheen. Waar is de andere trap? Waar heeft u die gelaten? Oh joh, hier is een trap. Ja. TVWS, je stond op 3. Op 1. Op 1. Ja, op 1. Daar gaan we. Hop. Kan ik hier opstaan, denk je? Ja. Ja, gewoon goed vasthouden, hè. Oh. Zo. Maar we zijn er. We zijn... En nou, jullie nog. Even kijken. Gaat goed. Gaat echt goed. En soepel ook. Hallo. Lukt wel lekker eens. Oh, nou ja, dat is... lukt wel. En Jet die gaat natuurlijk weer vandoor. Je moet weer heen. Het is wel fijn dat het mooi weer is. We hebben publiek. Hallo. Wij lopen de rechte lijn. We hebben een ladder van de achterbuurvrouw gekregen. Ja. Ja hoor. Nou, dit gaat gesmeerd. Wat goed. Helemaal niet meer bezig, joh. Ja. Ja. Als een veertje. Kijk. Nou,
Kees laat even zien hoe het moet. Juist. Zo. Ja, het is natuurlijk een hele bijzondere manier van binnenkomen. Hi. Hoi, Jet. Hallo. Jet. Het is Kees en dit is Annelies. En ja, wij lopen de rechte lijn vandaag door Zoeterwoude. Gezellig. En de vraag is dus, mogen wij passeren? Tuurlijk mogen jullie passeren. Ja, nou, hoor. Gezellig. Moeder en dochter? Ja. Ja, ik kom net uit mijn werk, dus ik denk, kom even moeders even gedag zeggen. En daar waren jullie. Jullie zijn echt dierenliefhebbers, hè? Ik zag, ik zie allemaal dieren wegschieten. Ja, Jimmy zit buiten, dus de ene kat van mijn moeder. En Charlie zit denk ik op de trap. Die is meestal, aan nieuwe mensen en is die weg. Ja, en zij natuurlijk helemaal met haar eentjes. Ze weet al, ze doen maar dan de duckwhisperer van Zoeterwoude. Serieus? Ze zijn natuurlijk helemaal met eentjes, maar dat weet ik ook. Ik zie alleen eentjes in je oren hangen. Ja, die hebben we ook nog. Duckwhisperer? Ja, het begon 9 jaar geleden eigenlijk. Heel toevallig. Ik liep van de tandarts naar huis en een klein eentje kruiste mijn pad. En ik had echt zoiets van, oh, wat zielig. Dus ik moeite gedaan om dat beestje uit de sloot te krijgen. Het is een dorp, hoort zich het voort. Dus heb je een gewond eentje of vogeltje of volwassen eend. Komen ze allemaal bij jou? Ja. Ja, er zijn mensen die hebben zoiets van, ja, eentjes, het is een eend, weet je wel. Het zwemt in de sloot, het eet kroost, wat is het? Maar als je nou echt erop een beetje gaat focussen en alles. Die beesten zijn wat dat betreft zo verschrikkelijk slim. Ze kunnen zelfs rouwen om, hè, als er weer een klein eendje door een reiger is gepakt. Oh, ja. Dan rouwen ze gewoon. Ach. Ik heb een paar jaar geleden heb ik een aantal nelganzen bij mij gebracht. We wisten niet dat het nelganzen waren. We dachten alleen, wat zien deze kuikentjes er raar uit. Dus we kwamen pas na een paar weken erachter dat we 3 nelgansjes hadden. Bijzonder. Gewoon die kat erbij en een andere eend. Ja, ik heb ze wel geïntroduceerd aan mijn andere eenden, zeg maar. Dat ze wel, als ze eenmaal vrij konden, dat ze ook samen met de eenden konden leven. 3 musketeers. Lief. Gingen ze leren zwemmen in een bootje. Kijk nou, ach. Ach, kijk nou. Ach. Dat is Nemo, man. Om die veertjes al te groeien op die kontjes. Maar maar ik moest ook nog leren vliegen, hè? Ach, jij moest ze leren vliegen? Nou ja. Dan mag je mij ook leren vliegen. Je ziet straks hoe ze... Kijk maar, want hier gingen ze al. Komt ie, hoor. De ene fluisteraar. Nou ja, zeg. Wat mooi. Gaaf, hè? Ja. Echt lief. Je ziet ze gewoon groeien. Maar ze zijn helemaal vertrouwd met jou. Ja. Komen ze nog terug? Waar zijn ze? Ponyo is natuurlijk helaas aangereden. Dan hadden we Nemo en Jojo. En Jojo is op een gegeven moment een keer weggevlogen met heftige mist. Dat kon ze de weg niet meer naar huis vinden. Nemo is nog een tijdje gebleven, maar die is op een vrijdagochtend ook weggevlogen. En helaas niet meer weer gezien. Maar nou ja, is wel hoe het hoort eigenlijk. Hè? Dat is gelukkig hoe het hoort, ja. En mijn moeder die rijdt geregeld met haar busje langs allerlei veldjes. Dus elke keer als ze van die nelgans ziet, kijk, ze heeft hier een rood ringetje om. Dan zit ze erop te letten of het er eventueel is. En daar heb je Nemo! Nee, joh! En dan zitten die kindjes achter, maar die denken die is een beetje koekoek. Nee. Leuk. Heb je toevallig wat eentjes? Ja, die staan hier. Normaal is mijn Ducky Club. Die zijn om de Ducky Club. Ja, jij hebt het over dingen. Maar ik weet natuurlijk helemaal niet wat is je Ducky Club. Het zijn kindjes van de basisschool. Oh, wat leuk! Ja, en die zijn eigenlijk een soort van, een soort echt Ducky Club begonnen. Hé, hey, jongen! Hey, Ducky Club! Ik moet ook de dijk aan komen lopen. Wat grappig. Hoi jullie al. Hi, het is toch niet te geloven. Hoi, ik ben Jet. Hi, ik ben Anouk. Hallo Anouk. Hallo Anna, hoi. Jet. Jet, hoi, ik ben Jet. Nou ja, kijk, en wie dat zijn dit? Dit is Roofie. Ja? En dat is Biggert. Wat onwijs gezellig. Ze komen gewoon gelijk aan zodra jullie aankomen fietsen. En als je ook goed kijkt, heb ik ze ook geringd. Allebei hebben ze een stukje tuinslang, hebben ze een ringetje. Dukkies. Dukkies. Yes, boy in de lift al. Boy, kom maar. Kijk nou. Kom aan, kom aan, Nikkies. Kom aan. Wat zo? Oh, hier moet je wezen. Nou ja. Ducky Club, mag ik even van jullie weten. Wat is er zo bijzonder aan lid zijn van de Ducky Club? Het is altijd gezellig. Ja, het is altijd gezellig. Ja, vind ik een hele goeie. En plastic opruimen. Ja, dat doen we heel goed. Dus jullie zijn ook echt de omgeving aan het opruimen? Ja. Wat goed.
Deze bijvoorbeeld Roofy, die legt dan bijvoorbeeld eieren. Dan komen die kleintjes gewoon op je schoot zitten en zo. Dat is ook zo leuk. Want je hebt echt het idee allemaal. Dat die ene, die kennen jullie, hè? Want jullie komen hier aan zitten en ze komen gelijk aan. Ja. Dat is wel heel bijzonder. Ja, voor vrienden. Het is te zacht. En ze zeggen dat als je nou goed naar de snavel kijkt... Dat het een hond is. Dat een hond is. Dit zijn zijn oren, dit zijn zijn ogen en dit is dan zijn neus. Oh ja. Leuk, hè? Bizar, hè? Ja. Volgens mij, deze lijn die gaat zo. En dat water stond dus niet op de kaart, maar ik moet er wel doorheen. Maar liever nog overheen. Heeft iemand van jullie een bootje? Ja, ik heb wel een bootje. En jij hebt een bootje? Ja. Zou ik dat mogen lenen? Ja. Als erelid van de Dukkenclub. Ja. Maar gauw, jongens. Oh, nou, dat moet lukken. Dukkenklap. Oh, kijk nou. Oh, wat lief. Ik had me opgegeven als gastgezetje gered. En ik heb ook allemaal dieren uit het asiel. Ja, misschien moet ik ook even pompen inderdaad. Ja, ik sta hier gewoon te kletsen. Ja, ik moet straks varen. Opgepompt. En de hele Dukkenclub heeft geholpen. En niet af laten drijven, hè? Oh, en de paddle inderdaad. Waar is de paddle gebleven? Nou, jongens. Wat erg dat ik iets hoor leeglopen. Ik hoor wel... Kijk eens. Joehoe! Joehoe! Yay! Wij gaan die kant op. Succes! Fijne dag nog! Doei! Doei! Nou kijk, Noordbuurtseweg en daar kunnen we een aardig stukje overheen dribbelen. Nou, wat een ontzettend leuk huisje dit. Daar zou ik nog in passen. Hè? Wat is dit, een ontzettend leuke straat joh. Hè? Mooi. Nou. Kijk aan het gemeentehuis. Zullen we anders even kijken of de burgemeester thuis is? Lies? Ja? 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 We gaan even op de koffie bij de burgemeester. Hè? Hallo. Hey, goedemiddag. Wij zijn van TV West. Kunnen we even bij de burgemeester langs? Zou dat kunnen? Is de burgemeester thuis? Ze is wel in huis inderdaad. Ze is wel... Ja, wij wisten eigenlijk helemaal niet of... Mevrouw Bloemen. Mevrouw Bloemen. Staat ze daarvoor open? Vast wel. Ja? Oh, dat is leuk. Het is hier de trap omhoog. Ja? Dan linksom, linksom. Kan niet missen. Oh, hier, dit is ze, denk ik. Zou dat er zijn? Ik denk het wel. Hallo. Wij zijn op zoek naar de burgemeester. Zit hij boven? Nee, ik was niet. Boven of? Kom maar hier. Oh. Ik ga mee. Het geval van voorlichting. Oh, nou. Burgemeester. Een filmploeg. Oh, ik weet niet waar het over gaat, maar wel. Hallo. Ik zal me even voorstellen. Ik ben Jet. Hallo. TV West. Dit is Annelies. Dit is Kees. Hi, Annelies. Hi, Kees. Hi. Wij zijn vandaag door uw gemeente aan het wandelen. We zijn hier begonnen bij Zwetterhagen. Ja, leuk. Maar wij dachten, toen we toch langs het gemeentehuis liepen, nou eens even kijken of de burgemeester thuis is. Nou ja, ik ben er. Ja. Zeg, als burgemeester van dit toch wel lieflijke dorp, wat maakt Zoeterwoude dorp bijzonder? De bijzondere mensen die je net allemaal bent tegengekomen. Nee, het zijn de mensen. Ja? Ja. Want, de Zoeterwoudenaren zijn geen probleemgevallen. Zoeterwoudenaren staan met z'n allen ervoor. We hebben meer vrijwilligers dan gemiddeld in Nederland. Het is voor sommige mensen heel eng. Want je hebt controle natuurlijk, sociale controle. Maar we staan allemaal voor elkaar. En dat is wat het... We zijn nu de kleinste gemeente van Nederland, van Zuid-Holland. Burgemeester, dank u hartelijk voor de ontvangst. En jullie zijn welkom. Wij voelen en ons al alle welkom. Alle kijkers zijn welkom. Kom nou. Allemaal naar Zoeterwoudendorp. Ja. Maar niet allemaal bij uw bezoek, want anders komt er niks van uw werk. Dat is ook niet handig. Nee, als je een leuke vraag hebt, mag je langskomen. Alleen de leuke vragen. Alleen leuke vragen. Ja? Dag. Tot ziens. Tot ziens. Nou, wat ontzettend leuk dit. Gewoon even op bezoek bij de burgemeester, zo hoort het. Maar ja, met dit weer... Ja, gaat, hè? Hier heb ik dus geschaatst.
heb het idee, kan het mis hebben, dat we daar moeten zijn. Wat denk jij, Annelies? Ja. We zijn er weer, Tom! Welkom bij de vriendschap. Leuk dat je het gehaald hebt. De vriendschap. Dat klinkt meteen. Zo hebben we Zoeterwoudendorp wel een beetje ervaren. En waarom mogen we hier eindigen bij de vriendschap? Nou, omdat dit bijna Leiden is en wij het superleuk vinden dat jullie recht door Zoeterwoude heen gaan. En dan toch bij de vriendschap uitkomen. Want je komt altijd bij de vriendschap uit. S'avonds laat je mij alleen. Ik heb dan niemand om me heen. Yes. Rook mijn laatste sigaret. Yes. Dan ga ik alleen naar bed. Yes. Ik leid. Jij leidt. Nou, ik ga afleiden. Afleiden. Dit was weer Van de Kaart. Ditmaal in Zoeterwoudendorp. En een prachtig eindpunt, laten we eerlijk zijn. Wil jij nou ook eindpunt zijn? Laat het vooral aan ons weten. En wie weet vieren we een Rainbow Feest. Tot jou!